Ook meer en meer leerkrachten en docenten nemen deel aan het Europese uitwisselingsprogramma. In 2017 vertrokken vanuit Vlaanderen 1726 personeelsleden naar een ander Europees land. 3 jaar eerder waren dat er maar 1284. Het gemeenschapsonderwijs in Zelzaten in Oost-Vlaanderen had deze week 2 Franse leerkrachten op bezoek en stuurde eind vorig jaar 6 leerkrachten naar Frankrijk. 2a tot de tweede, plus 8a. Leerkracht Stefanie was eind vorig jaar een week in het lycée van Aubenas via Erasmus+. Ze werkt met eendjes in haar les wiskunde om de leerlingen aan te sporen mee te werken. Als ze een juist antwoord geven, dan gaat het eendje terug naar het bord. De leerlingen die dus niet meewerken tijdens de les en geen correct antwoord geven, zij blijven over met een eendje en zij krijgen dan tegen de volgende les een oefening dat ze moeten voorbereiden. Het is eigenlijk een combinatie geweest uit een principe dat een collega al toepaste in haar lessen. En dan heb ik ook een les geobserveerd in Frankrijk, in Aubenas. En die leerkracht had nog een ander principe. En ik heb eigenlijk een combinatie gemaakt van die 2 principes in overleg met mijn leerlingen. Nu worden we meer gemotiveerd om meer antwoorden te geven. En zo krijgen we geen taak om mee te doen naar huis. 3x au cube. Ook de leerkracht informatica Fabrice van het lycée van Aubenas volgt de les. De verschillen die hij en de Vlaamse leerkrachten ervaren zijn zeer verrijkend. L'intérêt que je vois chez nous, c'est qu'on a peut-être un peu plus de souplesse. L'inconvénient, c'est que parfois, cette souplesse peut amener une désorganisation. À l'inverse, ici, l'impression que j'en ai, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus organisé. Sur du long terme, ça donnerait peut-être moins de liberté. Daar werden ze zeer zelfstandig tot op het punt dat misschien ietsje te was. Dat ze op een eilandje zaten en aan het werken aan een bundeltje. En ik vind dat je toch nog altijd als coach, als leerkracht, meer interactie moet hebben met je leerling. En voor mij is dat wel een zeer grote leerschool geweest. Gewoon kleine dingen oppikken van andere collega's in een ander onderwijssysteem. En daar groei je zelf ook heel veel uit. Maandag, mevrouw. Tot maandag. Tot maandag. Reddingswerkers hebben vannacht de speleoloog kunnen bevrijden die gisterenmiddag kwam vast te zitten in een grot in Wallonië. De Vlaamse zestiger was afgedaald in de Trou Bernard, de diepste grot van ons land.